Dag Trientje. Kom hier. Oh, alles goed? Hé, hey, laat een hoodie. De hoodie. Alles goed? Man, man. Zeg maar. Met u heb ik nog een eiken te pellen. Nee.
Hoe nu, ja? Zeg je niks, wie zijn de gaven? Ofwel, Katrien. Ah, je weet het. Kom. Kom die helpen aan Natasja en Willem, anders ben je komst. Naar waar moeten we dan? De bijeenkomst van Natasja en Willem. En is dat daar? Ja. Het is hier? Ja. Ah. Goeiedag. Kom binnen. Doei. Gaat dat gaan? Dat is hier schoon ingericht, jongen. Isse, placeer die man. Jawel, Isse. En dat? De Janssens. Wie zijn jij? Christophe. Ja. Christophe. Allee, we hebben nog samen gewoond, toch? Echt? Maar ja. Allee. In de Brugstraat. In Evelijn. Allee, en was daar goed? Heel goed, hè. Dan is het goed, hè. Zeker goed is dat. Kom, we zetten ons. Ja. En alles goed verder. En met jou? We zitten weer, hè. Zo gezegd dat je dat lift gezocht is, dat je dat beter niet maakt. Als er iemand het zo'n dag moet krijgen. En mijn knie. Doe eens. Is het hier? Ik weet dat niet. Zeg, stop die show. Het is hier, je bent te ver. We zijn te ver, zeg ik. Het is hier, hè. 2-1-3, dat is het. Het bovenste. Ah ja, dat is het. Let's go. Gaat het, show? Het gaat. Is het hier? Wacht eens, ik ben echt niet content over onze nieuwe auto, hè. Houden de stiek vast, hè, man. Wij staan altijd recht. Goeiedag, iedereen. Oh, zeg maar, ik moet je weer scheren, hè, Oedi. Ja, Oedi. Ik heb nog een mop, Oedi. Ja. Twee mensen, gelijk als wel eigenlijk, hè. Een man en een vrouw, koppel, bij een dokter, want de man had een probleem. En de dokter zegt, ik heb 3 dingen nodig. Een staaltje pipi, een staaltje kaka en een staaltje sperma. Maar die mens, die is hardhorig, hè, gelijk de Janssens. Dus die vraagt aan zijn vrouw, wat zei hem? Een onderbroek, zegt die vrouw. Zie ik niet wat we gevonden hebben? Nog een foto. Het schijnt een album uit. Lang gelezen. Dat is van 50 jaar geleden. Zullen we samen een keer letten in onze boek? Amai, we zijn veranderd. Jezus. Amai. Dit is hier, is de mannen. Hier redden met de go-karts. Ja, man, maar hier kan men meer rijden. Maar de eerste rijles, dat was toch wel iets anders. Wat een boeie. Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future. En nu de eerste rijles.
jachtgeweer. Dat. Ben je klaar voor de eerste rijles? Natuurlijk. Oké, dan gaan we eraan beginnen, hè. Goed, we maken ons klaar voor de weg. Dat betekent dat we een aantal handelingen gaan doen. Heeft u al een idee wat we daarvoor moeten doen? Zeg maar. We beginnen met de gordel. U mag de auto eens proberen te starten. Nu zijn we dus klaar om te vertrekken op de weg. U zet de versnellingspook in de eerste vitesse. En probeer maar eens te vertrekken zonder al te veel lekker vlot. Gaan we nog eens proberen. Goed, we zijn klaar om op de weg te gaan. Dus we vertrekken rustig. Pas op, hè. Ja. Rustig gas geven, niet te veel. Niet te veel. En we komen nu op een wegje met putjes, dus daar gaan we voorzichtig doorrijden. Ja, goed gekeken. O, pas op. Jongens, toch. Kijk uit voor de plassen, de auto is pas gewassen. Ja. En naar twee rijden. Ja. Constant proberen gas te geven, hè. Nu komen we echt op de weg, dus we gaan de aandacht erbij houden. En we pinken naar rechts, want we gaan rechtsaf slaan. En we blijven tussen de lijnen. Tussen, oh jongens, toch niet te dicht bij de auto's aan de zijkant. We proberen mooi ons baanvak te volgen. Rustig. We draaien hier linksaf. Waarom stopt u nu? Godverdomme, ik heb een konijn over opgereden. Kan u gewoon de weg verder zetten? Naar links, ja. Oh, jongens, nu op het rond. Op de weg blijven, op het baanvak blijven waar de auto hoort te zijn. Mooi, twee handen op het stuur, ja. En u mag doorgeven als er een bocht aankomt. Hier gaan we rechtsaf staan. Nee, de pinkers staan links. Ja. Hou je aandacht erbij, blijf mooi op je baanvak. Goed, ja. Goed zo. En we rijden rustig op de weg. Aandacht erbij houden op de weg, meneer. Oh, jongeheer, rustig op de weg blijven. De maatschappij van mij, je stoppen! Lijkt dat je spook gezien hebt of zo. Volgens toch. Het gaat vol binnen, hè? Oké, school, hè? Zie je nog iets te hebben? Maar ik vind wel dat we stil en stil zijn. Ah, we zullen er maar eentje. Ja, we zullen er. Hoe lukken gaat het? Ik val op de tafel. Jij is zo gelijk. Is meer toch een noot aan een knuffel? Ja, heb je nood aan een knuffeltje? Allee, kom, je krijgt een knuffeltje. Zo, zo. We lukken als dat geknuffeld is. Ben ik er? 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 Ben ik er?
ben ik het er. Wie precies heb ik? Dat ik een karakter ben. Dat is leeg. Er staat er nog eentje. Nico, omelette liggen er knap voor morgen? Om 9, dat is zonde. Oh, dat plannen, dat is morgens. Ja. Wie laat hem nu ook zijn ma bellen voor een afspraak? Dat is echt typisch heel leuk. Zeg je toch wel oud genoeg om zelf een afspraak te maken? Kleuter. Nee, drink er nog eentje. Allee, op, ga nu maar een roes aan het slapen. Goedemorgen, Luxke. Is dat wel een beetje met u, jong? Oei, precies niet zo goed. Allee, zeg een keer, wat mag het zijn? Zo'n vetkaaf, gelijk bij Elvis, hè. Ah. Zijn er voor aan het sparen, dus. Eens kijken, hè. Luxke, wat heb ik gehoord? Gaat je naar Japan? Ja. 3 jaar, hè. 3 jaar? Goh, zo'n lange tijd, zeg. Ja. Ik ga muzen en dan moet je niet zo goed. Gaat toch gaan, hè? Zwaar gisteren. Moet je een glaasje water hebben? Wat denk je? Komt er van, hè? Bloemetjes bij het zitten? Dat mag af en toe, hè? Ja. Wacht maar af met de hele mannetjes. Het gaat plezant worden, hoor. Dat is gezellig, zijn huis. Ik heb met de zaterdag wel Italiërs te doen. Zijn dan niet te wachten dat hier van die kotsende mensen te zijn. Ja, smakelijk, zijn huis. Het is direct aan. Ongelooflijk, de jeugd van tegenwoordig. Hakkie, weg met kakkie! We hope you enjoy your stay. It's good to have you with us, even if it's just for the day. We hope you enjoy outside the sun is shining, it
It seems like heaven ain't far away. It's good to have you with us, even if it's just for the day. Ciao!